Vroeger had je als marathonschaatser een thermosfles en een sneebrood bij je. Maar door de jaren heen is de sport geprofessionaliseerd, maar het oergevoel blijft. Het doordouwen, het afzien. 100 kilometer afleggen om uiteindelijk Nederlands kampioen te worden. Want dat wil je, maar daar moet je wel fit voor zijn. Ben je fit? Nou nee, niet helemaal. Ik ben geblesseerd. Dus wat dat betreft is het een beetje lastig, maar ik ben benieuwd hoe het gaat morgen. Ja, want vertel eens, wat heb je eigenlijk? Ik heb een knik in mijn liefslagader en daardoor komt er minder bloed in mijn been en verzuurt mijn linkerbeen iets eerder. En dat kunnen we absoluut niet gebruiken natuurlijk, maar ik hoop dat het meevalt. Maar wat ik me dan meteen afvraag, waarom doe je dan mee als je geblesseerd bent? Ja, dit zijn de mooie wedstrijden waar wij het als marathonschaatsers allemaal voor doen. En het is gewoon heel leuk om zoiets mee te doen. En we hebben ook voor de keuze gestaan om nu te opereren of om tot na het seizoen te wachten. En ik heb juist tot na het seizoen gewacht om dit soort dingen niet te missen. Maar dan kun je dus eigenlijk als het ware niet optimaal presteren, want op hoeveel procent doe je dan mee? Nou ja, ik zeg altijd, ik zit ongeveer op 80% en dat is voldoende om mee te doen en mee te rijden. Maar het is de vraag of dat voldoende is om mee te doen voor de overwinning. Ja. Maar goed, ik kan het in ieder geval toch meemaken en daar ben ik toch weer blij om. We gingen vroeger al veel met de spap schaatsen op de Vlaas en ik vond het machtig mooi op natuurreis en maar blijven rijden. En daar ligt denk ik al de oorsprong in van dat ik uiteindelijk marathonschaatser ben geworden. Oké, dus niet hier op het slootje? Niet hier op het slootje, alhoewel ik mijn eerste pasjes bij ons thuis op de stoep heb gemaakt. Okay. Dus toch dicht bij huis. Jeroen de Vries, oud marathonschaatser, die voorspelde dat jouw ploeg in ieder geval één keer de overwinning gaat pakken op natuurreis. Dus dat wordt donderdag. Ja, het zou heel gaaf zijn als het donderdag is, ook voor de sponsor natuurlijk, een nieuwe sponsor in het peloton. En we hebben gewoon een hele goede ploeg op natuurreis met meerdere ijzers in het vuur. Dus ik hoop dat we donderdag voor de overwinning kunnen strijden en hem eigenlijk ook kunnen pakken.